Pieter. Hey. Hey Pieter, we staan in de studiezaal. Dat klopt. Maar dat staat behoorlijk in de stijgers en in het plastic. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn nu bezig met de vervanging van de hele brandmeldinstallatie. Dat houdt in. Er zijn een nieuw brandmeldpaneel komt er. Er komen nieuwe melders. Heel de bekabeling wordt overal vernieuwd. Dus dat is een gigantische klus. En waarom was dat nodig? Omdat de andere installatie was verouderd. Liep eigenlijk op zijn eind. Die gaf ook steeds storingen. Als ik zeg maar mijn maandelijks test deed, dan kreeg ik hem zeg maar niet meer uit alarm. Okay. En dat duurde soms zelfs 10 minuten. Ja, dat is gewoon niet goed. Nee. Hij was aan zijn eind, dus toen hebben ze besloten, alles nieuw. Ja. Maar Pieter, kijk, dit is dan nog de dingen waarin het publieke ruimte staan allemaal boeken. En dit zijn niet speciaal de meest waardevolle werken, maar gewoon wel de naslagwerken, dat soort dingen. Dat klopt. Maar de bibliotheek, dat vond ik altijd heel opmerkelijk en ook wel weer begrijpelijk. Die hadden geen sprinklerinstallatie, dat hebben jullie ook niet, denk ik. Nee, hebben we niet. Nee. Speciaal niet voor de boeken en zo. Maar, sprinkler is funest. Ja, precies. Ja. Maar wat, stel niet dat er hier een brand uitbreidt. Hebben jullie wel eens brand gehad? Binnen? Gelukkig niet. Nee, dat ging ook niemand natuurlijk. Nee. Maar stel nu dat er hier een brand is, hoe gaat het dan in zijn werk? Is dat dan... Zeg maar, we hebben een directe doormelding naar het brandweer. Dus die komen gelijk. Als ze alarm krijgen, stap gelijk in die auto, kom hier naartoe. Zonder te bellen of wat dan ook. Dat is de afspraak. Ja. Nou, dan komen ze hier. We hebben hier droge stijgleidingen ook. Dus waar de brand ook is, dan gaan ze dat zeg maar wel aansluiten en blussen. En bijvoorbeeld in het depot, daar is natuurlijk de kans op een brand is vrij klein, zou je die denken. Is klein, daar hebben we allemaal CO2-blussers, want dat geeft natuurlijk de minste nevenschade. Ja, precies. Nee, ook niet aan je boeken of wat dan ook, want dat kun je zo weer gebruiken. Ja. Jij bent eigenlijk de enige die ik hier ken die eigenlijk over de apparatuur en de technische dingen gaat. Betekent dat ook dat jij in je eentje hier de technische dienst bent? Of, Nou, dat vind ik zelf een beetje te zwaar aangerekend. Ik doe wel, zeg maar, de kleine klusjes als ik er aan toe kom. Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Maar omdat er zoveel communicatie aan afhangt. Ja, je bent met verschillende partijen bezig, ook hier intern. Je moet de ruimte, zeg maar, vrijmaken. Er is iemand, een werknemer aan het werk. Die moet dan de nieuwe brandmeldinstallatie moet wel even communiceren. Joh, wat komt jou het best uit? Maar eigenlijk alle klussen in en aan het gebouw en de grotere klussen, dat wordt eigenlijk altijd gedaan dat door externe wordt bedrijven. Besteed. Ja. Geconcentreerde blik. Ja, dat hoort er allemaal bij. En de lucht die zit in een circulatiesysteem, waardoor je hier dus je filters hebt. En dan stroomt het zeg maar, er zo doorheen. Die filters die worden elk half jaar gecontroleerd door zeg maar, laboratorium op zeg maar, of de bacteriën in zitten of wat er ook zeg maar, in de lucht kan zitten. Wat of slecht is voor de spullen in het depot. Ja, precies. Ja. Hoe oud is het al? Wat zit er allemaal spitsplinter in uit eigenlijk? Dit is van 2000. Ik moet zeggen, de monteurs die hier altijd aan het werk zijn, die houden de ruimte dus erg netjes. Dat is van bijna van de vloer in te doen. Ja, daar kom je zelden voor. Maar ik vind het ook belangrijk dat zeg maar ruimte, dat die netjes blijft. Niet te veel vloer. Nee, dat had ik bijna nog. Je staat lekker met de muziekje. Ja, lekker, precies. Maar ben je vaak in deze ruimte of is het alleen inderdaad voor een klein schilder klusje? Ja, dat scheelt. Kun je geen pijl optrekken. Soms zit ik hier dagelijks en soms kom ik hier 3 weken niet. Hey, maar zitten we hier nu ook recht onder het van de perrenhuis? Dat ja, dat klopt. Ik zie wel hele dikke balken. Ja. En als we hier... Want ik heb dus echt... Ik heb nooit beseft... Dat is een beetje... Ze kunnen daar ook niet bij, hè? Om de draaitjes te zemen. Dat gaat niet. Nee, dat is een beetje listig. Er zit wel een dik balletje nog voor. Ja. Maar zitten we eigenlijk in een oud stuk hier? Of is het, er liggen ook wel oude tegels, lijkt dat? Of? Ja, dit is nog de originele bestrating van vroeger, heb ik me laten vertellen. Oh ja? Ja, ja. Dus je werkt toch op een historische plek, Pieter, ja, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, en heb je het naar zin bij het Zeeuwse Archief? Ja, dat is geweldig. Ja? Ja. Ja. Ja, je ziet er ook altijd tevreden uit. Dus, ja, dat is mooi. Ik heb het nog nooit zo goed gehad, zei ik altijd maar. Nou, dat is heel goed. Ja, en zijn er nog andere dingen die je nog mee wil geven of nog hebt te melden? Sorry. Nou ja, ik zou zeggen tegen de mensen, joh, kom eens kijken op een open dag of zo. En, ja, maar dan verzorgen jullie ook rondleidingen de plekken die normaal niet geopend zijn. Klopt, ja. Ja, klopt.
Oké, hartelijk dank voor je toelichting en we drinken nog wel eens een biertje. Ja, ergens, zeker weten. Dat doen we. Hoi.